Nee, maar ik ken mezelf helemaal niet. Geen idee wie ik ben. Ik heb al gedacht dat ik een hele vrolijke jongen ben. Ik ben een hele vrolijke jongen. Dat is helemaal niet zo. Ik storm aan alles. En echt, het is zo klein. Ik storm. Ik ben mensen, bejaarden die over het voetpad lopen, maar dan precies in het midden, dat je aan beide kanten er net niet makkelijk langs kan. Het bloed onder mijn naam. Mensen die letterlijk en figuurlijk door elkaar halen. Die letterlijk figuurlijk gebruiken en figuurlijk letterlijk. Echt waar. Die kan ik echt wel wurgen. Ga zeppen, binnen een kwartier heb je iemand te pakken. Echt waar. Ik zat ook te zeppen. Binnen een kwartier zei er iemand: de muren kwamen echt letterlijk op me af. Nee, trut, figuurlijk. Je bent toch een Indiana Jones? Ik zat laatst hotter dan mijn dochter te kijken. Heb je dat gezien? Jezus, dat was een vrouw. Nou, ik zeg vrouw, maar ik weet niet zeker. En ze had een blauw jurkje aan en 18 tieten. Dat liep gewoon zo door. Zo. Dat ging echt, maar het liep zo van haar af. Zo gewoon. En daar zat dan ook nog een jurkje overheen met sexy ruimtes. Dus, nou, het was echt geen gezicht. En dat wijf zegt: ik heb overal scheid aan. Letterlijk en figuurlijk. Ik hoorde laatst iemand zeggen: ik had echt zo'n hoofdpijn, ik kroop echt letterlijk tegen de muur omhoog. Hé, pap, daar heb je Spider-Man. Hé, die mevrouw heeft hoofdpijn, kom maar. Of een proactief, dat is ook zo'n modewoord. Dat gebruikt ook iedereen met de pas en de onpas. Proactief, dat betekent helemaal niks, maar dat heeft iemand een keer gezegd. En iemand anders heeft gedacht: oh, dat klinkt wel interessant. Je moet een beetje proactief bezig zijn. Maar dat betekent niks, dat is niks, dat betekent niks. Nou, dat betekent wel iets, dat heb ik uitgezocht. Weet je wat dat betekent? Pro is voor, actief is bewegen. Voor bewegen. Als je lui op de bank hangt, maar je bent wel van plan om wat te gaan doen, dan ben je proactief bezig. Hé, hey kerel, je bent al 2 dagen niet op de zaak geweest. Nee, ik ben proactief bezig. Oeh, goed zo, ga zo door. Hé, hey, je zou toch gaan sporten? Ja, ik ben proactief aan het sporten. Met een mars. Ja, ik bouw even wilskracht op, hè.